Goedemorgen, ik ben lekker vroeg opgestaan om te werken en ik heb nu als break een massage. Ik ga vaak naar Dr. Feelgood, dat is echt totaal uit de richting, maar ik vind ze wel heel fijn. Ik merk dat mijn oude RSI-klachten een beetje opspelen, dus veel last van mijn rug en nek en schouders. Dus neem ik even een moment voor mezelf. Ik heb hier naartoe gefietst ook, het is hartstikke lekker weer. Blauwe lucht, ik heb zo'n fijne fiets, echt een racemonster. Dus ik dacht, ik ga ervoor. Ik voel me nu al helemaal fit, want dat doet het ook wel met je. Fietsen natuurlijk. Dat je denkt, yes, ach, energie komt vrij. Dus dat is een lekkere mindset om nu de massage in te gaan. Heel veel zin in. Dit is mijn awesome race monster. Heel goed beveiligd. Dat is gewoon goud. Hoe geweldig is dit? Je fietst zo lekker. Hallo, ik haal even een soepje en ik kom meteen een leuke volger tegen. Hoe heet jij? Anniette. Hey, altijd ook als ik dit soort van helemaal... Oh, je ziet er hartstikke mooi uit. Dit helemaal geplette hoofd heb. Maar leuk je even ontmoeten. Ja, heel leuk. Gezellig als mensen iets komen zeggen. Het is super hard, dus ik ben even aan het schuilen bij Finis met een hele grote cappuccino. Super lekker. Ik ben bij Jordi thuis. Hallo. Ik heb hem even geholpen met een project. Foto's te maken. Dat eigenlijk. Deze dag is echt super inefficiënt. Ik deed er heel lang over om tussen de regenschuilen door hier te komen. En nu heb ik bijna niks gevlogd. Dus ik ga zo meteen even de tas uitpakken. En ik moet, zolang het nog licht is, even mijn spullen voor Fashion Week gaan verzamelen. Dus dat zal ik ook even filmen. Ik ga nu weer snel naar huis. Ik ben nu thuis en ik weet niet of het door de koffie komt. Ik had een grote dubbele cappuccino. Of gewoon doordat het al donker is. Maar ik voel me helemaal niet ontspannen. En eigenlijk gewoon heel geïrriteerd dat het nu al zondagavond is. En dat ik nog zoveel wilde en moest doen. En dat dat allemaal niet is gelukt. Ik vind dat altijd een heel frustrerend gevoel. Dat het weekend zo in één seconde voorbij is en dat niks is gelukt. Kennen jullie dat? Eigenlijk moet je gewoon niks plannen. Maar omdat ik naar Kopenhagen ga voor Fashion Week, moet ik wel dingen af hebben en gedaan hebben en voorbereid hebben. Dus nu moet ik nog mijn koffer inpakken, want morgen ben ik de hele dag bij Linda en ik vlieg dinsdag heel vroeg. Ik moet mijn Q3 belasting nog afmaken, want daar was ik te laat mee, dus voordat ik een boete krijg. Ik moet mijn Linda dag voor morgen voorbereiden en mijn voorwoord nog wat langer maken. En de to-do's voor iedereen uit mijn eigen team voor maandag uitzetten. Ik moet echt in het nieuwe jaar even gaan bedenken hoe ik meer weekend kan houden. Dus ik denk wel dat ik gewoon wat radicale keuzes moet maken. Ik hou jullie op de hoogte hoe en wat. Ik denk dat ik daar toch ook een keer voor met iemand moet kletsen. Een soort loopbaancoach of zo. Want ik vind het zo moeilijk om zelf een helikopterview te nemen over mijn leven. En daar strategisch over na te denken in mijn eentje. Omdat je er zo middenin zit. Dus als jullie iemand goeds weten, laat het me zeker weten. Ondertussen heb ik wat dingen op mijn bed liggen die ik jullie even laat zien. Die ik meeneem naar Scandinavië. Ik heb geen licht in mijn slaapkamer, dus ik hoop dat je het een beetje kunt zien. Maar in de vlogs van dinsdag, woensdag en donderdag ga je natuurlijk ook heel veel leuke outfits zien. Ik ga samen met Nicole en Stephanie Broek en Sabrina. Dus dat wordt heel gezellig. En ik hoop dat we heel veel content kunnen maken. Mooie shows kunnen zien en geïnspireerd raken. Dit is wat ik onder andere in heb gepakt. Daar in de hoek een chillpak en een pyjamapak. Een roze velvet Chanel toilettas. Extra kaartje voor mijn camera. Dit is een zebra jurk. En dit is een luipaardtas van Samsung, waar ik mee op reis ga. Nog een JW Anderson tasje en een Topshop tasje. Wat sieraden die ik in een shoplog ook heb laten zien eerder deze week. Twee nagellakjes. Dit is een hele slangenlook. Heel chill. Hier zitten de items van gisteren in. Waaronder dat geweldige ripblauwe pak van Sandro. Omdat het koud is in Kopenhagen heb ik altijd meerdere kooltruitjes bij me. Dit is een donkerblauwe en die kan eigenlijk overal onder. En ik neem altijd dikke panties mee om overal onder te doen. Gewoon een goede vintage Levi's jeans. Deze top, misschien is die nog handig. Een goed wit t-shirt en natuurlijk lekkere warme dingen. Deze trui heeft echt insane lange mouwen, dus ik vond het wel een tof fashion statement. En dit is die gebreide truijurk die ik heel de tijd aan heb in elke vlog die je van me ziet. Dit zijn twee hele mooie topjes. Oh, ze zitten helemaal onder het pluis, zie ik al. Van House of Sunny.
Met grote pofmouwen. Echt te gek en gekropt. Dit is hem dan in het wit. Heel nice. Ja, ik kan het nu even niet goed zien. Maar hele mooie gestructureerde topjes. Dit zijn de schoenen die ik klaar heb staan. Mijn nieuwe Calvin Klein laarsjes. Puma sneakers. Topshop laklaarsjes met een 70s gevoel. En deze slangenboots van Mango. Deze heb ik speciaal voor Fashion Week outfits gekocht. Maar mocht ik ze toch niet dragen, dan gaan ze wel terug naar de winkel. Dus ik heb het kaartje er nog even aangelaten. Want ik wil eigenlijk niet te veel van die gelegenheidsdingen kopen die je dan een paar keer aan hebt. Dus dit is een beetje het kleurenpalet. Heel veel tops, warme leggingbroeken, breisels en funky tasjes. Ik ga nu nog even een pak in mijn koffer leggen. Want dat vind ik altijd heel fijn. Dan kun je natuurlijk een coltruitje onder doen en een panty onderdragen. Dus het geeft een hele finished look. Maar je hebt het wel warm. Dus ik neem mijn ruitjespak mee. Lijkt me heel leuk met mijn nieuwe fel oranje tasje. Die ik zo meteen ga unboxen. En ik heb nog een zonnebril nodig. Sokken, ondergoed, dat soort dingen. Ik ga nog even wat inspiratie voor toffe looks zoeken op internet. Leuke manieren om de kleding die ik heb op een nieuwe manier te stylen. Dan vind ik Pinterest altijd heel handig. En Instagram ook wel. Wie ik leuk vind om te volgen qua fashion inspiratie zijn toch vooral de Scandinavische meiden. En een paar meiden die in Londen wonen. Wie ik bijvoorbeeld tof vind zijn Jeanette Madsen en Tora Valdimars. Die net ook samen een kledingmerk hebben opgericht. Of dat valt onder Marlene Berger. Maar het ziet er super cool uit. Caro Dahl met K-A-R-O en dan D-A-L-L. Die vind ik ook gaaf. Maakt hele toffe combinaties met kleuren. Heel onverwacht. Ik vind Jessie Bush van We The People Style heel leuk. Heel toegankelijke looks die je vaak wel een beetje kunt namaken. Of die heel praktische inspiratie zijn. En ik vind Lucy Williams heel leuk. Zij woont ook in Londen. En Courtney van Always Judging. Dat zijn even een paar die heel erg in mijn hoofd zitten. Het zijn ook bijna allemaal blonde meiden. Omdat op de een of andere manier zoek ik dan ook inspiratie bij een beetje de Scandinavische types. Die bijvoorbeeld een beetje op mij lijken. Want dan zie ik ook van, oh ja, met een blonde bob staat dit of dat leuk. Of deze kleur of whatever. En ik hou gewoon heel erg van de Scandinavische stijl. Dus daar kom je daar natuurlijk snel bij uit. Ik ga nu even de to-do's voor Evie in een mailtje zetten. Dan heb ik in ieder geval iets concreets ook weer afgetikt. Dus dat is heel fijn. En dan ga ik daarna denk ik verder met de boekhouding. Daar zit ik ook al week tegen op te zien. Maar ik wil dat echt graag beter onder controle krijgen. Dus het zou heel lekker zijn als ik dat vandaag ook af kan maken. En dan ga ik daarna denk ik lekker eten bestellen. En nog even een uurtje met Jordi chillen. Of misschien kunnen we nog een film kijken of zo. Ik heb trouwens geen tv. Nog steeds. Al sinds de woonkamerverbouwing. Ik begin hem nu wel echt te missen hoor. Moet ik zeggen. Het is toch, ik heb een MacBook Air. Zo'n klein goud ding. Wat ik vooral gebruik. Dat is een scherm van volgens mij 11 inch. Dat is natuurlijk heel anders kijken dan op een grote tv. Ik had echt een joekel van tevoren. Dus er moet wel een nieuwe komen. En iets wat bij mijn interieur past. Maar ik ben er gewoon nog niet aan toegekomen. En ik vind ze ook allemaal zo dominant in de ruimte. Dus ik dacht, ik kijk eerst hoe het gaat zonder. Want je hoort zo vaak mensen die zonder tv leven niet dat heel chill vinden. Maar ik ben dus toch niet zo iemand. I love me some binge-avonden en reality tv en dat soort dingen. Oh ja, ik heb trouwens echt een mega random outfit aan. Een hele oude trui van Fabienne Chapeau die ik helemaal heb verpest met het wassen. Want het was heel lekker fluffy. Er zitten wel kerststerren op, dus dat scheelt. Heel Kira Kira approved. En een sportlegging van Nike. Of wat is het? Ja, Nike. Die ik op vakantie ook elke dag aan had. Maar ze zit gewoon super lekker. Ik heb dus echt het idee dat als je active wear draagt, ook al vind ik het een beetje overdreven, dat je je dan ook actiever voelt. Bij mij werkt het in ieder geval heel goed door. Ik heb dan echt zoiets van, oh, niks zit me in de weg. Ik voel mijn kleding niet. Ik kan fietsen, rennen, whatever. Dat is zo'n heel grappig filmpje wat over active wear gaat. En mensen die de hele dag in yogabroeken lopen en dan niet sporten. Dat soort parodie vind ik super grappig en ik ben nu dus ook zo iemand. Activewear, activewear. Buying groceries in my activewear. Activewear, activewear. Having coffee with my friends in my activewear. Showing off my baby in my activewear. Goedenavond, Jordi is bij mij. Yay. Op de concentratie. En we zijn lekker wraps aan het maken.
We eten dus altijd deze wraps, die van wortel volgens mij gemaakt zijn. En een hele bak met groenten. En vegetarische kipstukjes, gemaakt van soja. En Jordi heeft het thuis gehad. Die doen dan fajita kruiden doorheen. Super lekker! Krijg ook nog van iemand de opmerking van, oh, vind je niet dat je een voorbeeldfunctie hebt en nu eet je McDonald's, maar ik eet eigenlijk, zoals jullie in mijn vlog zo vaak zien, heel vaak vleesvervangers. Ik eet eigenlijk nooit vlees thuis en ook bijna geen kaas en ook geen koemelk. Waar het kan, vervang ik pasta bijvoorbeeld door courgette pasta of zulke wraps. Dus doe dat eigenlijk al heel erg en dat promote ik dus ook bewust. Maar vind niet dat je dan nooit meer McDonald's mag eten of zo. Laat staan op zo'n feestlunch. Maar that's my two cents. Ik zou nog even de nieuwe designer bag unboxen. Ik heb zelf ook nog niet gekeken, dus ik vind het heel spannend. Als je af en toe een extra hand hierachter ziet, dat is Jordi. Lig ik op de bank Parool magazine en Volkskrant magazine te lezen en thee te drinken. Als hele volwassen mensen. Weet jij het al? Nee. Jawel. Je hebt het nog niet gezien ook, toch? Super spannend. Het is dus van Wandler. Tasje. Nederlands merk, dus dat vind ik heel erg leuk. Om te supporten. Spannend. Ik heb deze met Black Friday gekocht. Dus het was wel een goed zieltje. Farfetch. Oké, het komt zo uit de doos. Zich prima verpakt. Leuk douchebagje. Is dit nou meer geel of meer nude? Leuk douchebag. Leuk douchebagje. Daar doe je luxe tasjes in, zodat er geen stof op komt of ze niet vies worden. En als je dan gaat reizen, kun je ze ook hierin doen in je koffer. Dat is heel handig. Ik zie al een beetje van de kleur. Waar ik dus heel benieuwd naar ben. Dit is namelijk een tasje dat je schuin heel hoog kan dragen of als beltbag, dus op je heup. Maar ik hoop dat hij ook gewoon lang crossbody kan, want dat wil ik eigenlijk het liefste de hele dag. Maar dat weet ik dus niet zeker. Oké, dit is hem. Mega cute, nieuwe baby. Welkom. Hele mooie kleur, een beetje tomatenrood. In het spannende moment of we ook crossbody kunnen dragen. Sukkel. Ja, dit kan. De spanning was hoger, jongens. Zeker weten. En hoe draag je hem dan als riem? Niet crossbody. Niet crossbody. Oh ja, dan kan je hier natuurlijk mee verstellen. Oké, dat ga ik één deze dagen op Fashion Week doen. Hij heeft, wat alle wandeltassen hebben, achterop ook nog een apart vakje. Het is een rits, wat ik heel chill vind. Voor dingen die je graag de hele tijd dichtbij wil hebben. Zoals een bepaald pasje, zoals je over chip pas. Of een huissleutel of zoiets. Dit vind ik heel cute. Magneetjes. Oh, dit is perfect. Huh? Oh, je kan deze band gewoon losmaken. En dan hier doorheen halen ook. Moet ik... Oh, en op die manier wordt het natuurlijk een riem. Makes sense. Hier zit een kaartje in. Leuk, Italiaans leer. En er staan nog wat tips over hoe je voor je mooie tas kan zorgen. Als er een kras op komt, moet je de skin gently massagen. Is goed? Nou, is echt een lief tasje. Is een mega cutie. En mijn vlogcamera past hier precies in. Loving it. Past de iPhone erin? Ja, precies. Nog zo'n spannend moment. Oeh, maar dan zit hij wel al best wel vol. Nee, toch? Oh-oh. Kijk. Kan hij bijna niet meer dicht. Dus laat staan als ik mijn vlogcamera erin doe. Maar dat kan ik nu natuurlijk niet testen, want ik ben aan het vloggen. Oké, dit wordt interessant. Meer later hierover. Ik ga nu even de vlog afsluiten. Morgen moet ik even op om naar Linda te gaan. Dus ik ga hem even spullen pakken, dat soort dingen. Dus, morgen komt er een shopvlog online. Een hele leuke uitgebreide shopvlog met allemaal leuke effecten en Polaroid foto's erdoor en weet ik veel wat allemaal. Ik hoop dat je die leuk gaat vinden. Ik denk eigenlijk van wel. En voor nu, bedankt voor het kijken. Abonneer je ook zodat je niks hoeft te missen. Er komen vlogs elke dag, maar ook andere leuke video's zoals de shopvlogs, Q&A's en dat soort dingen.
Dus abonneer even en wie weet halen we wel de 37k voor het nieuwe jaar. Dat zou leuk zijn. Thanks voor het kijken en tot in de volgende. Doei!